Zijn er bijvoorbeeld dingen anders gebeurd qua songwriting, songopbouw, vergeleken met de vorige cd? Bijvoorbeeld, kun je daar iets uithalen of is het is ja, iets... Het moet sneller, dat wel. Ja. Normaal hebben we een jaar, zitten we in het oefenhok. Ja. En dan zeg jij dit en dan zegt hij dat en dat gebeurde nu ook, maar echt in een razend tempo allemaal. Heel kort achter elkaar. En ik denk niet dat dat slecht is. Ik denk wel dat het goed is. Nou, die spanning in een korte periode heel erg vast. En dan ja, we straks over hadden dat frisse wat je dan probeert te behouden, weet je wel. Dat een vers product is bijna weer. Dat is dan wel te gek. En als je er een jaar over kunt doen. Ik vraag me af hoe anders het dan is na een jaar. Als dat je nu in hoe lang hebben we erover gedaan? Ja, een paar maanden. Maar. Een paar maanden. Dus ik heb net zo lang tijd aan mijn liedjes schrijven als anders. Daar is niks aan veranderd. Alleen het proces dat ik mee naar de band toe ging. Dat is, en dat we uiteindelijk dit ding op tafel hebben liggen, dat is gewoon veel korter. Dat is echt een half jaar korter als anders. Wat bijvoorbeeld jullie, als jij die nummers aanbrengt, wordt het nu makkelijker om nummers aan te brengen? Weet je sneller van wat de band leuk vindt? Of is het altijd nog een, nee, een... Het is altijd onverwachts. Want ik denk, dat liedje Shane, weet je wel, dat was de blauwe gitaar vroeger. Nee. Dat, ik dacht, dat was het eerste wat ik schreef voor de plaat. En dan was dat had ik al weggeparkeerd uit mijn ding. Ja, dat is goed, dat komt goed. Ik was tegen mensen vertellen dat ik een liedje daarover schrijf. En hij vond het helemaal niks. Wat niet dan? Nee, ik vond, ja, dat heette toen blauwe gitaar. Ja. Ik vond het echt... Ja, ik vond het amateuristisch. De tekst? Ja, ik vond het drie keer niks. Maar ja, dat is mijn smaak. Ik bedoel. Ja. Maar kun je dat zeggen? Ik bedoel, jullie ja, dat kennen elkaar niet zo goed. Ja, ik vind het of goed. Ja, nou, er zijn ook nummers bij, dat, als je ze vaker hoort, dan denk ik, oh, ik heb toch mooi gedaan. Maar dat van, ik dacht, oh, wat heb je met mijn hand? Ja, maar hij is er heel puur in. Dus hij zegt meteen hij vindt dat dan niet goed en daar baal ik dan wel van. Maar dan denk ik, wel, hij zegt dat niet zomaar, weet je wel. Maar geef je dan achteraf gelijk? Blauwe gitaar? Ja, nou is dit geworden een heel anders. Ja. En nou vind ik het wel goed. Nou hebben we allebei gelijk eigenlijk. Hij had gelijk dat die tekst, deze is veel beter nu. Toch wel, ja. Dus ik heb ze raad niet in de wind geslagen. Toch doorgegaan. En hoe ontstaat, zeg maar, even mij moet ik afsluiten, zo met de laatste vraag. Een Rowan Hazen nummer, hoe ontstaat dat, zeg maar? Jij schrijft het en hoe wordt het dan door de band opgepikt? Hoe gaat de band daarmee aan de slag? Is dat nu een soort standaard manier geworden of verschilt het nog steeds? Nee, dat is nu wel redelijk hetzelfde als bij de vorige. Nou, nee, het is niet altijd hetzelfde. Wat ik nu heb gedaan ik ben ermee in de Trenne gegaan. Trenne heeft ook deels geproduceerd de plaats samen met Jos Haagmans. Ja. En eigenlijk is het wel zo'n soort blauwdruk geworden. We doen het eigenlijk altijd wel zo. Dan ga ik ermee naar Trenne en dan neem ik het heel sumier op. Met een gitaartje en een piano. Alleen, okay. Nee, het is anders. Ik wist dat het niet anders was. Wat jij zegt, ik heb alleen gitaar gedaan deze keer. Ja, de vorige keer deden we al rhythmbox bij en een accordeon en zo. Maar nu hebben we puur gitaar. Dus eigenlijk, ja, Johnny Cash, helemaal omkleden liedjes, weet je wel. Die we ook nog zo'n plaat gaan zetten. Anthology. Ja. Ja. Maar zo, weet je wel. En toen is dus zo zijn ze naar de band toe gegaan. Of eerst naar Trent, ik weet het al niet meer. Wat heb je hier eerst gekregen? Een demo, alleen maar gitaar. Gitaar, hè? Ja, nee, precies. En daarna zijn ze, toen zijn ze voor de tweede keer naar de studio gegaan. Ja. Wat iedereen ervan vond. En toen zijn we weer terug naar de studio gegaan, zo is het gegaan. Jos Haagmans, en toen zijn we er al dingetjes bij gaan zetten. Maar denk jij dan bijvoorbeeld al na over je eigen partijen eventueel? Of is het daarvoor nog te vroeg? Dat denk je wel over na, natuurlijk. Ja, ja. Maar het is van een demo altijd moeilijk, tenminste alleen maar gitaar en zang. Waar gaat het nummer heen? Dat is moeilijk te zeggen dan. Ja. Dus daarvoor heb je wel de hele band nodig bij elkaar? Ja, dat krijgt zijn vorm. Als we de drums en alles erbij hebben en alle mensen met hun eigen manier van spelen, dan dat bepaalt uiteindelijk het geluid weer. Maar wat op een gegeven moment de versie die het uiteindelijk wordt, ga je daar bijna in één rechte lijn naartoe? Of cirkel je eromheen met allerlei tempowisselingen, andere soorten stijlen? Sommige liedjes wel, sommige liedjes, daar kom je niet meer uit de voeten en sommige die zijn meteen raak, weet je wel. Dat is, dus dat blijft gewoon altijd weer een verrassing. Het zou kunnen dat je gewoon op een gegeven moment zo snel weet al van, nee, hoe meer ervaring, hoe beter je weet, dit moet het zijn. Nee, dat blijft altijd nieuw, dat is fijn ook. Dat blijft altijd weer een nieuw schilderij, zeg maar. Er zitten altijd weer nieuwe verrassingen in een nummer, eigenlijk, dat je denkt van, nou.